We zijn op de markt in Strijen om inspiratie op te doen voor het avondeten. Wat gaat u vanavond eten? Wat gaat u vanavond eten? Ik kijk in mijn groentelaar, want ik heb alles van de groene boer. Dan kijken we gewoon wat we aan groente hebben. En dan voorzien we dat daar wat bij. En mijn man kan ook heel goed koken, dus we doen het samen. Nugo, met kaassaus. Ja. Burritos, ja. Dus. En waarom? Omdat mijn dochter het lekker vindt en die lust niet zoveel. Dus dat leek me dan wel lekker voor vanavond. En ik hoef vandaag niet te werken, dus dan heb ik wat meer tijd om het klaar te maken. Dus vandaar. Nou, ik zou het eigenlijk niet weten, want mijn vrouw die kookt. Dus ik denk vanavond dat het een aardappeltje wordt met een lekker pizzatje erbij of zo. Maar ik voor de rest weet ik het nog niet. Spruitjes. En gaat u ze zelf klaarmaken? Nee. Dat doet mijn vrouw. En waar gaat u ze kopen, de spruitjes? Op de markt. Hier bij de groenteboer? Ja. Zoete aardappelpatat met broccoli en stoofpeertjes en een hamburgertje. Oké, waarom? Ja, omdat de jongens dat lekker vinden. Geen idee, dat gaan misschien hier ideeën op doen. Oké. Ja. Dus even de markt op en dan kijken wat we gaan eten. Ja, zoiets. Leuk. Dus, ik zou het niet weten. En waarom niet? Ja, daar heb ik nog heel lang om over na te denken. En wanneer ga je besluit maken dan? Vanavond, als ik bij de supermarkt ben. Weet ik nog niet. En waarom weet u het nog niet? Ja, dat ik het niet weet. Gaat u hier de groenten halen? Ja. Ook voor vanavond? Misschien wel, ja. Dus laten we even inspireren door de kraam. Ja. Nasi. En waarom? Omdat het lekker is. En gaat u het zelf klaarmaken? Dat heeft mijn zus gedaan. Ja, dus het is maar zoenen voor mij klaar en dan ga ik het anders opeten. Ja, dat is nog een verrassing, ik weet het niet. Ik zat te denken aan de hutspot, maar niet iedereen vindt het even lekker, dus ik twijfel nog een beetje. Andijvenstamppot. En waarom? Waarom? Ja, omdat ik eten moet. Is het favoriet korstje? Nou ja, er zijn veel favoriete korstjes, niet speciaal dat, maar ik probeer een beetje te variëren iedere dag. Voldoende groente, fruit eten? Ja, dat doe ik wel, ja. Wat gaat u vanavond eten? Dat is nog een verrassing. Dan kan je het beter morgen vragen. Ik heb nooit gereden. Ik laat me altijd verrassen thuis. Dus. En door wie laat u verrassen? Door mijn vrouw. Want die kookt dat allemaal. Dus 's ochtends en 's middags weet ik het, want dan is het een broodje kaas. Dus dat is iedere dag hetzelfde. Maar 's avonds is het een verrassing. Dus. Ja, ik weet al. Spruitjes. Ja. En waarom spruitjes? Ja, dat vind ik mannelijk en dus. En u niet zo? Ja, ik schuif aan. Oh. Dus u doet het voor uw man? Nou, ik vind het zelf ook wel lekker. Ook vind ik wel rot dingen om die kleintjes schoon te maken. Maar verder, daar is geen probleem mee. En wat gaat u doen? Ik ga macaroni maken. Oké, en waarom macaroni? Nou, dat ik lekker vind. Ja, wij eten dus maar dingen die we lekker vinden, anders niet. Ja, hoor. Wij hebben altijd lekker natuurlijk. Dat is een goede keus. Ja, hè? Het is weer tijd voor de winterbanden. Profiteer van onze scherpe aanbiedingen. Bandenservice Numansdorp. Wat ga je eten vanavond? Broccoli. En waarom broccoli? Omdat het gezond is. Maar vind je het ook lekker? Ja, ik vind het wel lekker. Ja, dat wel. Ja, gelukkig wel. Dan zou ik het ook niet eten. Kook je het alleen voor jezelf? Nee, dat niet. Nee, mijn moeder eet mee en mijn nichtjes en mijn neefje eten mee. Dat is voor een aardig clubje. Voor een gezellige avond. Ja, dat hoop ik wel. Ja. Ik eet vanavond pizzabroodje met roergebakken kipfilet en roergebakken groenten. En lekkere aardappelkroketjes. En knoflooksausje. En waarom dat? Lekker makkelijk. Goeie toch? Keus. En gezond. Wat eten we vanavond? Indisch. En waarom Indisch? Nou ja, omdat ik kook Indisch altijd. Dat is mijn vak. Oké. Indisch, Chinees, van alle werelddelen. Ja. En hoe komt dat zo? Nou, daar heb ik voor geleerd. Heel mijn leven ben ik chef-kok geweest. Dus u gaat vanavond koken? Ja. Nou, ik kook iedere dag. Dus. Wat ga ik vanavond eten? Zalm uit de oven. Met zijn broccoli met een soort Oosters dressingje erover. Een beetje rijst erbij, denk ik. En waarom dat? Dat het lekker is en gezond. Wat ga ik vanavond eten? Kip curry met rijst. En waarom dat? Dat is makkelijk. Ik kom net van de Hoge Weide af, omdat ik al die tijd gewerkt en dan ben ik meer een beetje moe en dan haal ik er een diepvriesmaaltijd uit. Dus. Macaroni! En waarom macaroni? Ja, daar heb ik zin in.
Klinkt als een goede keus. Ja. Ja, wat moet ik zeggen? Ja, nee, macaroni. Wat gaat u vanavond eten? Spaghetti. En waarom? Nou, dat vinden we allemaal lekker. Allemaal lekker. Tweede gezin. We zijn oppas, opa en oma. De kinderen willen het graag eten, dus ja, oma dus maakt spaghetti. Dat we dat gaan koken. Ja. De wens van iedereen. Ja. Inderdaad. Ja. Een nekspier? Nee. Ik ga penne-ui eten. En gaat u het zelf klaarmaken? Nee, mijn schoon is voor me gedaan. Oké. En nu doet de boodschappen? Ja, nu voor mijn zieke vriendinnetje. Maar dat is niet dit, dat is het sapje. Nou, ik denk pasta. Maar je bent er nog niet helemaal over uit? Nee, ik ben er nog niet helemaal zeker van. Want misschien word ik uitgenodigd om ergens te eten en dan blijf ik daar. Precies, dus dat is nog leuker. Dat is nog gezelliger. Stoofpeertjes, aardappelen en van dat lekkere draadjesvlees. En gaat u het zelf klaarmaken? Nee. Nee, daar ben ik voor getrouwd, hè. En mogen we mee eten? Nee, dat kan niet. Dat is niet mogelijk. Spaghetti. En waarom spaghetti? Nou, ik heb nog wat van die saus ingevroren staan en ik ben maar alleen. Dus dat gaat er heerlijk overheen, lekker makkelijk. En ik moet vanavond nog even weg. Ja? Makkelijke maaltijd. Inderdaad. Koolstampot. Met brie. Geen vlees. En waarom? Moet je lekker vinden. En waarom, waarom geen vlees? Nou, omdat het een heel lekker recept is en er hoeft geen vlees bij. Dus dan af en toe eens een keertje zonder vlees. Is het lievelingskorstje? Nou, lievelingskorstje. Maar zo af en toe vinden we het wel lekker. Ja, zeker. Zo door de weeks. En wat ga jij eten vanavond? Heeft u nog een suggestie voor de kijkers om vanavond te gaan eten? Plaats die onder uw tip. Wilt u ook adverteren op HW1? Met een bereik van 30.000 per week wordt uw reclameboodschap gegarandeerd gezien in de Hoeksche Waard. Neem nu contact op met HW1 en wordt deze week nog gezien.